Hallo, ik ben Ad de Bruin van de Bruin Steenbergen. De verdeler van de arkensimproducten voor Nederland, België, een stukje Duitsland. We hebben inmiddels al behoorlijk wat ervaring met deze machines. Er draaien er circa 40 in het veld inmiddels. En we zijn er vanaf 2003 mee bezig. Arkensin is een fabrikant in Spanje. Die bouwen deze machine, richten zich vooral op de verwerking van kleine balen. En hebben ook nog enkele andere machines in het programma. Het systeem is ontwikkeld in Nederland. Vraag van klanten, die wilden kleinere pakketten in hooi om een makkelijkere verwerkbaarheid te hebben. Grote pakketten worden vaak wat instabiel wanneer je met een lage dichtheid wil persen. Dan neem je een kleinere pakket, dan heb je een betere dichtheid van je pakket en kan je toch met lage dichtheid van je kleine baaltjes persen. Blijft het pakket goed werkbaar. Hier, deze klant, maakt in hooi vrij veel pakketten van 10 stuks. En de laatste dan gewoon simpelweg met een folieklem en een voorlader. Makkelijk werken is snel werken. Het gaat altijd beter dan slecht handelbare grote pakketten hebben. Aan de bijkomend voordeel van een klein pakket is dat je door een smallere schuurdeur ook de pakketten binnen kan rijden. Anders zit je met een pakket van 2 meter. Het wisselen van kleine pakketten naar pakketten van 12 en 14 stuks is vrij eenvoudig. Ik zal het laten zien. De liggers, de perskamerverlaging zit vast geborgd met aan de voorzijde met 4 eenvoudige landbouwclips. Die neem je af. Aan de zijkant van de machine zijn een paar grendels gemonteerd. Die kun je openzetten. Eentje links, eentje rechts. De liggers schuif je een stukje naar voren. Dan kan de achterwand eruit genomen worden. Die leg je eenvoudig in het veld. Vervolgens neem je de verlagingsbalken. De machine werkt op sensoren. We hebben gewoon heel eenvoudig via een drijfstang een sensor omlaag gebracht. Bovenaan is de standaard sensor, een drijfstangetje en een nieuwe sensor. De drijfstang. En een ligger met een hevel. Onder de machine is ruimte om de delen mee te nemen. Heel eenvoudig. Dit is de touwbak. Hier duw ik dat drijfstangetje in. In de touwbak bevindt zich ook nog een andere drijfstang. Ik had net gezegd, daar kun je ook pakketten van 12 stuks mee maken. Dan komen de liggers een klein beetje hoger in de machine. Zelfde manier van monteren als ik ze gedemonteerd heb. De touw loopt vanuit de touwbak naar onder de machine door, richting de naalden die daaronder zitten en de knopers. De werking is eigenlijk aan basis van het knoopsysteem vergelijkbaar met een groot pakpers of een kleine balenpers. Is niet anders. Alleen onder de machine zit een stukje van het geheim waardoor de touwen strak om een pakket komen. Je ziet de touw vanuit de touwbak richting de perskamer lopen. De touw loopt door een speciaal ingerichte klem. Het is namelijk zo dat er ruimte zal ontstaan in de touw tijdens het opbouwen van het pakket. En bij het uitvoeren van de knoop wil je de ruimte van het touw gewoon volledig weghalen. Daarbij gebouwt de kleine hydraulische cilinder. Wanneer de perswagen zich omhoog begeeft, sluiten de touwklemmen hier en krijg je een hoge aanvoerspanning van het touw. Als dan de machine begint te knopen, trekken de naalden eerst de touwruimte die ontstaan is rond het pakket, trekken ze samen. En daarna trekken ze het resterende deel wat benodigd is om het pakket te vormen, trekken ze uit de touwspoelen. Als de perswagen omlaag beweegt, gaat automatisch de klem weer open, zodat er geen touwspanning is wanneer er een baal wordt ingevoerd. Want anders zou je de balen tegen de touwspanning in moeten duwen en dat lukt niet. De werking van de machine, elke functie is voorzien van een aantal sensoren. Hydrauliekcilinders voor de bewegingen. Elke cilinder is de snelheid van in te stellen en de benodigde werkdruk kan ingesteld worden op elke cilinder en op elke beweging. Op die manier is ook het hele systeem beveiligd tegen overbelasting. Dan hebben we nog, buiten het feit dat er de cilinders en de machine tegen overbelasting beveiligd is, is de machine ook beveiligd. Dat bijvoorbeeld tijdens het knoopproces kun je geen balen invoeren. En wanneer je een baal aan het uitwerpen bent, loopt het proces door. Totdat het moment is dat de machine bijna vol is, dan moeten de kleppen gesloten zijn, zodat het proces verder kan lopen. Hydrauliekcomponenten zijn allemaal West-Europees. Sauer Danfoss, de sensoren die erop zitten. Allemaal ook Europees, goede verkrijgbaar in de hele Europese en zelfs wel op de wereldmarkt met merken als Sauer en Danfoss.
De aandrijving geschiet volledig via de tractor af te kasten met de hydrauliekpomp. Eigenlijk geen onderhoud, eenmaal per jaar een paar filters en dat is het wel. De connectie tussen de machine en de bedieningskast loopt via CAN-bussignalen. Je kunt de bedieningskast gebruiken in de automaatstand en we kunnen de bedieningskast gebruiken in handbedieningsstand. Standaard zullen we altijd rijden op de automaatstand, omdat de machine volledig het hele proces zelf doorloopt. Het kan voorkomen dat er ingegrepen dient te worden of moet worden in het proces. Kun je eenvoudig met de schakelaar omzetten, de machine op handbediening zetten en dan kun je via de druktoetsen en eventuele schakelaars kun je een functie vanuit de trekkercabine bedienen en zodanig dat je dan die functie ook kan corrigeren. Informatie over de machine is natuurlijk bij ons bedrijf per alle moderne communicatie mogelijk. We hebben een website. Op die website zijn zelfs ook alle onderdelen die wij in het programma hebben van Arkezin zou je online kunnen bestellen, worden dezelfde dag nog verstuurd. We kunnen, wanneer het gewenst is, een demo verzorgen. Echter, de tijd dat wij met een machine heel het land doorsjouwden, die is een beetje voorbij, omdat we inmiddels behoorlijk wat producten in het veld hebben. Waardoor we dus een demo meestal klantgericht of met een bezoek bij een klant. Verder hebben Arkezin ook nog een website waar je van alles aan info kan krijgen. Echter, die is in het Engels.